wel? Jouw naam op een Optiek Ninon voetbalshirt? Koop dan een complete bril bij een van de filialen van Optiek Ninon. En ontvang geheel gratis jouw eigen personalized Optiek Ninon voetbalshirt. Deze actie is van 16 tot en met 30 juni en geldt niet voor de VIP-actie. Optiek Ninon. Driven to care beyond vision. Shup, shup, beste kijkers, goeiedag. Ik ben Timothy Zuiveloon en dit is weer een nieuwe aflevering van Ritme. Ritme is een programma waar wij spiritualiteit en leiderschap helemaal onder de loep nemen bij de mensen die we interviewen, zodat wij onze eigen talenten kunnen aanscherpen en zo een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van ons geliefd land. En natuurlijk ook voor een grote dosis self-development. Want de klaagcultuur waarin we leven, is het altijd heel makkelijk je vinger te wijzen naar een ander toe. Maar daadwerkelijk, als je verandering wil brengen, of het nou in je familie is of in de samenleving, begint het altijd bij jezelf. En dat is de reden waarom wij de beste mensen willen interviewen, zodat wij de tools aangereikt krijgen en dat in ons eigen leven kunnen implementeren. De persoon die ik vandaag ga interviewen heb ik ontmoet toen ik een tiener was. We waren op een busje naar rally vallen. En toen al had hij de droom om kok te worden. Ik grinnikte, want ja, kok. We waren beide jonkies toen en we begrepen, ik althans, snapte het nog niet dat je op die leeftijd al een droom kon hebben en ervoor wil vechten. Ik was nog niet daar, maar de persoon die ik vandaag interview wel. Hij had een visie en hij is ervoor gegaan. En jaren daarna ben ik hem tegengekomen en daadwerkelijk ze eten geproefd. En zoals jullie merken ben ik aardig wat kilo's aangekomen. Heeft hij waarschijnlijk ook aardige handje aan meegeholpen. Beste kijkers, mijn gast vandaag is Jetro Weert. Jetro, Pavi. Lekker, lekker. Alles goed met je? Uitstekend, prima. Bedankt voor dat gaatje. Geen probleem. Koken, praten, interview. Je doet het allemaal de laatste tijd, hè? Boy, afgelopen dagen wel, boy. Top. Mag niet klagen. Gezin van hoeveel kom je? Uit een gezin van twee. Ik heb mijn zusje, zus nu ja. Zij met zijn tweetjes. Moeder en vader. Moeder helaas er niet meer, is er niet meer. Maar zij was Letty Chabik en mijn vader is Winston Weert. Ja, de bekende Winston Weert. Ja. En hoe zijn je schooljaren gegaan? Kan je me daarover wat vertellen? Schooljaren? Zo. Begonnen bij de Chami school als peuter. Daarna als kleuter naar de senior school. Gewoon dan lagere school, ook senior school afgerond. Mulo is de Sint-Pascale school geweest. En dan als Christus Koning school. Daarna als VWO AMS. En daarna heb ik een heleboel dingen gedaan. Ben ik gestart bij de Waldeck College. Mijn keukenassistent diploma te krijgen. Ben gaan werken. Toen de tijd wilde ik verder gaan studeren. Praat het echt al over 11 jaar geleden. En dan wilde ik naar het buitenland om koksopleiding te volgen. En dat heb ik genoten op Barbados. Bij de Barbados Community College Hospitality Institute. Oké, toevallig weet ik het al en ik heb het ook in de intro gezegd. Op vrij jonge leeftijd wist je al dat je in de keuken wilde staan. En dat was al in je tienerjaren. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen om te gaan koken? En dat je al wist dat je dat de rest van je leven wilde doen? Boy, ik ben... Ja, mijn ouders waren allemaal bezig bij je toen der tijd. En mijn oppas was bij mijn oma. Daar bleef ik na school of toen ik nog veel jonger was, toen ik nog niet naar de peuterschool ging. En zij was altijd bezig met koken. Ze was huisvrouwtje. En
Natuurlijk, af en toe vragen ze je om, kom maar mee helpen. Ja. En ik doe het graag. Ik kan nog heel ik zat altijd op de trap. De trap was in de keuken. Ja. Ik speelde met Lego, noem maar op. En af en toe zei je, Jetro, kom me helpen. Meestal ze koek moest bakken, even roeren met de mixer. Of dan een blokje helpen openmaken, want dat was een beetje lastig toch? Ja. De Chimagi blok. Ja. En zo begon het gewoon. En ik hield altijd van lekker eten. Dat vooral. Ja. En mijn interesse was altijd, wie is de man achter de deur van waar de bedienders of de waiters komen met dat lekker eten. Oké. En dat is ook wat dat interesse. En toen wilde jij die man zijn? Klopt. Oké, dus mag ik zeggen dat je oma je inspiratie was, dat ze je ermee in aanraking gebracht heeft? Kon je oma overigens lekker koken? Ja man. Mijn grandma bij Boris kon echt goed koken, maar ook mijn familie zelfs. Okay. Mijn moeder kon ook heel erg goed koken, mijn vader bij Douansan. Maar ook de familieleden van mijn grootvader en mijn oma's kant. Beide waren, hebben caterings. Bij mijn moeders kant was het Links catering, Nelly Dalin. Ja. En bij mijn oma, oh, mijn opa, sorry, was zijn zus. En die had een cateringsbedrijf, maar meer met Creole-Ronjan, Creoles eten, pom, fiadu, pastei, noem maar op, moxalesis, soepsoorten. Dus van beide kanten van de familie had ik wel invloeden qua het koken, kookgebeuren. Oké, maar dat je al wist dat je dit de rest van je leven wilde doen tijdens je tienerjaren, werd er niet op je gedrukt, doe je best op school, ga studeren, ga dit, doe je weer kok worden. Wie gaat nu geld verdienen met kok? Kreeg je dat wel eens naar je hoofd? Boy, vaak genoeg wel. Mijn vader, soms ook vrienden. Vrienden van mijn vader, soms van mijn moeder. Die altijd zeggen van, ja maar een kok is niet echt een bepaald, Dat zeggen, gerespecteerde job in de samenleving toen der tijd. Het is meer van degene die drop-outs zijn, zo kwam het uit van, ja drop-outs doen dit, of mensen die geen visie hebben, dat ze niets meer kunnen doen, dat is de enige optie, Mabori. Ja. En ik zei altijd van, mijn moeder zei altijd aan me van, het maakt niet uit wat je wilt doen, zolang je eerlijk, op een eerlijke manier aan je brood kan komen. Of je geld kan verdienen. Als je een vuilnisman wil worden, en dat was me altijd bijgebleven. Al ben je een vuilnisman, word dan de beste vuilnisman. Dat zei mijn pa ook. Dat zou ik net zeggen, de beste. Ben de beste in wat je doet. Klopt. En dat is in feite mijn drive geweest, altijd. Ik ben ook nooit blijven zitten, dat soort zaken. Ja. Omdat ik altijd gefocust was. En mijn vader zei altijd, die is econoom. En als je thans doet, verlies je een jaar salaris, bereken dat maar. Ja. En heb ik gezegd van, hey, no jokes en gewoon focus. Ik deed natuurlijk wel mijn grappen, want je bent tiener. Ja, maar ja dat vond ik mooi. Ja, ja. Je hebt de hele bus op stelte gekregen toen, ja. Dus nee, maar dat hoort erbij. Je moet je grappen maken, ja, daar leer je uit. Ja man, dat is het leven. Dat is het alleen leven. Maar serieus zijn. Dus dus als tiener zijnde, je wist dat je wilde dit doen. Na je arm, zoals ik het gehoord heb, ben je eigenlijk gelijk heel doelgericht bezig geweest. Wanneer had je geformuleerd voor jezelf te beginnen? Had je dat al, was dat al in je vizier? Toen Boy. Je begon, of had je zoiets van, hey, ik wil in een hotel werken? Klopt. En hoe is het gegaan? Kan je me daar wat over vertellen? Zo, na de AMS heb ik een jaar, was de optie gekomen van, wat verder? Je weet toch, hoe verder? Er was toen nog geen koksopleiding in Suriname. En de enige opleiding wat er was, was de nijverheidsschool. Je hebt een VWO-diploma en dan, als je wilde koken, moet je naar de nijverheidsschool gaan. En dat is meer een MULO-diploma, kan je zeggen, of LBG-diploma, heb ik gezegd van, boy. Maar mijn wil was zo groot, van, al moet ik dat gaan doen, al moet ik terug gaan zakken, toch wil ik dat doen. Maar zei ik aan mijn moeder van, hé, wat nu, hoe verder? Mijn vader wilde me naar Friesland sturen in Nederland, om een banketbakkersopleiding te volgen. Maar ik had niet echt zoveel zin in brood bakken, koekjes bakken, ik wilde echt meer die hardcore culinaire wereld ingaan met steaks en dat soort dingen gaan doen. Dus ik ben begonnen gewoon bij Links Food Corner bij mijn tante. Was ik als hamburgerjongen gestart. Ik heb gezegd, ik wil gewoon koken. Ik leer het vak dan gewoon wat ze daar doen. En dan zien we wel verder wat we gaan bereiken. En daar begonnen als assistent kok, burgers bakken, af en toe een ossehaasje aanstellen om een fried rice te draaien. Dus kleine simpele dingen.
Maar het maakte mijn dag al. En ik wilde maar steeds meer. Maar ik, op den duur vertrouwde ze me blind van, ik had de sleutel, ik moest openmaken, ik moest sleutelen, dus ik moest de zaak sleutelen. Maar ik wilde meer en toen kwam plotseling een opleiding. Keukenassistent en mijn moeder zei, Jetro, kijk, iets voor jou. En toen ben ik dat gaan volgen bij de Waldeck College. En dat was aan de leiding van Marcel Wittenberg, nu eigenaar van de Wagenbouw, oud Bakafoto. Oké. Okay. Ja, Marcel Wittenberg. En zo begon het. En mijn stage mocht ik gaan lopen bij Torarica. En toen ging mijn deuren echt open. Want je ging Torarica als kok. Als je een kok bent, rook ik die Torarica. Zo denk je als nieuwkomer van, hé, is een heel andere wereld. Ik ga nu in de professionele wereld van koken. Ja. En toen was Torarica de enige hotel dat je zei van, hé, als je bij Tor bent. Ja. En dan dat zo. Was een aanwinst op je cv. En het was goed afgelopen met mijn stage, waardoor ze me hadden gevraagd van, hé, wil je niet voor ons komen werken? En toen zei ik van, boy, niemand heeft me ooit zo gevraagd of zo benaderd van, ah, ik zie dat je groeit, je bent goed, wil je graag een dienst hier hebben? En toen heb ik gezegd van, zonder één of andere, zonder dubbel na te denken of tweemaal na te denken, gewoon gegrepen die kans genomen. Oh, en begonnen, en zo begon ik met hard werken, lange uren maken, zodat men me kon zien dat ik kan me echt inzetten. Mijn energie beter gebruiken om iets nieuws te leren dan acht uren naar huis gaan. Ja, dus ik werkte soms echt 14 tot 16 uur per dag. Om gewoon bij het team te zijn van de keuken. Fantastisch. Voordat ik hierover verder ga, want je hebt een paar sleutelelementen al gezegd waar je op voorborduren moet, wil je succesvol zijn. Ik wil het eerst nu heel even hebben over de spiritualiteit. Geen probleem. Hoe, welk en wat beleid je? Wel, ik ben kerkelijk opgevoed. Zijn EBG. EBG, oké. Ja, en mijn moeder en mijn oma, natuurlijk ook mijn vader, iedereen ging naar de kerk. Zo doen ze de kracht. Of de energie te krijgen van de Heer daarboven. En los daarvan, ja, we zijn mensen, we zondigen allemaal, niemand is perfect. Geloof ik wel in positief karma. Begrijp je? En dat is meer van, doe je positief, ben je positief in jouw denkwijze, ben je positief in de omgang met mensen. Ik ben niet iemand die houdt van heugelen over anderen. Of gaat roddelen of elkaar gaan breken, want dat komt terug op jou. Of zelfs al naar je nageslacht als het verder gaat. En ik had altijd geloof van, ben ik positief, ben ik ten aller tijde behulpzaam. Als ik niet kan, zeg ik wel als dat ik het niet kan, maar toch meer forceer voor tak, want ja, omdat ja. Ik je altijd wil helpen. En zo dan geloof ik van, dat waardeer, dat gaat je weer een vergoeding geven. In het latere leven of noem maar op, in de toekomst. Altijd zo geliefd. Kan ik hieruit halen dat je beleid je het christelijke nog? Ja. Of is dit gewoon je adagium, je mantra van hey, ik doe goed, dan komt mij goed tegemoet. Breng je daar dieptegang in, mediteer je, neem je rust, hoe inspireer je, want hoe je het draait of keert. Los van dat je lekker moet koken, je moet creatief zijn. Klopt. Je moet heel creatief zijn, denk ik. Ik kan een beetje koken, maar niet op jouw niveau natuurlijk. Maar als ik in de keuken ben, moet ik ook wat creatief zijn. Zeker als de zout net op is. Yes, en dan moet je het daarmee even doen, Isabi toch? Hoe laat je inspireren? Wel, ik heb soms mijn momenten waar ik me terugtrek in mijn werkkamer. Ja. En op dat moment is wat ik doe, is ik zet meestal slow jams, oud muziek, gewoon dat ik. Maar dat mijn omgeving al rustig is. En is het meestal na het werk. En dan is het na 1 uur in de ochtend. Dus iedereen is. De omgeving is rustig. Er rijden geen auto's langs. De buren zijn rustig. Jij bent rustig. Je bedrijf is al gesloten. En dan heb je dan echt een moment met jezelf. En dan bijvoorbeeld dan recap je even van was de dag. En hoe verder. En vooral bij het moment van hoe verder. Dan ga je zelf even een paar. Stappen terugbrengen van waar je bent begonnen en waar ben je nu
En wat is de next step in het leven? Heb je ook dat je dan een soort dankbaarheidsgevoel van binnen krijgt van soms wil je gewoon huilen van dankbaarheid. Ja man, ik heb dus vele mensen gaan het niet toegeven, ik geef het gewoon toe. Ja, ik heb altijd mijn tranen. Ai, ik want ook. Noem me een baby, ik heb het ook. Echte mannen huilen, zeg maar. Nee, maar ik heb mijn momenten vaak genoeg, omdat je ziet van waar je komt. Ja. Je wilde iets halen uit jezelf. En bepaalden hadden geen geloof erin, maar jij had nog steeds een geloof in jezelf. En natuurlijk ook de mensen om je heen, je ouders hadden op den duur dat. Je familieleden, je vrienden, je goede vrienden om je heen. En dat motiveert je om juist verder te gaan. Want niets doet zo, niets is beter dan dat je geld verdient. Dat is het idee. Om van mensen te horen, wat je doet is fantastisch. En ga zo door. Vooral dat klein woordje, die twee woorden, ga zo door. Of drie woorden, pardon. Ja. Ga zo door. Dat wil zeggen van, die motivatie is er. Zodat ik me verder kan brengen naar een ander level. Ik ben nog niet waar ik wil zijn. Maar ik ben goed op weg, omdat ik dagelijks die complimentjes hoor van, ik volg je. Dat doet altijd goed. Dat doet altijd goed. Dat doet altijd goed. Dat doet altijd goed. En ik denk dat je nu wel op een bepaald niveau bent, dat al krijg je dat niet meer. Van binnenuit, er is iets van binnen dat die drive... Is die fire. Ja, die fire. Het vuur van binnen. En Heeft jouw spiritualiteit daarmee te maken? Kan je zeggen dat er een link is van je gebeden? Als je bent, dat dankbaar gevoel, dat je weet dat er iets boven je is, dat jou zegent. Ja man, want je moet de meest arrogante persoon moeten zijn als je zegt van dat je het alleen doet. Ja, ja. Zeg dat maar tegen een atheist. Hij zegt hij doet het alleen. Nee, maar het is, je moet om je heen kijken. We zijn met dieren, we zijn met planten, we zijn mensen. Iedereen verschillende karakters, iedereen verschillende vormen, andere denkwijzen, noem maar op. En als jij kan kijken van wat er allemaal met religies wordt gezegd van be positive and you'll be awarded. Toch zeg maar altijd. Volg je bepaalde regels en je wordt, je hebt de beloning. We zeggen bij de christendom is het hemel. Krishna is het dan de reïncarnatie in een andere vorm. Hindoeïsme dan. En boeddhisme en als islam is het verdere leven. Ja. En dat wil zeggen, je wordt beloond omdat je positief bezig bent. Ja. Want wat is positief nu? Je doet gewoon, doe goed en zie niet om. Ja. En dat is mijn motivatie en mijn drive. Is niet dat ik ga niet meer echt zo fanatiek naar de kerk als ik moet zeggen. De laatste keer dat ik in de kerk ben geweest, dus fanatiek dat ik echt op een zondag. Dat is een paar jaren geleden. Ja. En nu dat ik ben vergeten van waar ik kwam en waar ik kom, maar dat ik mezelf nog kan vinden, dat ik nog geloof van er is een energie, de Heer daarboven. Okay. Die ons elke dag zegen, dat de wereld nog steeds kan draaien om de zon als de as. Noem maar op. Fantastisch. Heel mooi verwoord. Nu weer terug naar je hobby, je levenslust, je passie, koken. Je was bij Torarica. Ja. Daar was je geëindigd. Je werkte urenlang, je wilde bij het team horen. Als ik dat zo hoor, dan heb ik ook zoiets van lead by example. Het is zo dat je zat en de rest, je managede. Je was in het team, je hielp mee. Je was one of them. Wanneer had je voor jezelf bepaald... Ik wil ondernemer worden. Dat is een paar jaren verder dan. Oké. Want na Torarica ben ik gaan studeren. Okay. In Barbados. En daar werkte ik voor Hilton Barbados. Ondergrond. Beetje zwart. Als student mocht je in feite niet werken. En omdat ik een goede student was, want ik was daar echt zakelijk. Ik ben daar voor mijn school, mijn studie. Natuurlijk heb je fun, want je bent alleen, je hebt geen ouders, niemand hoeft je wat meer te zeggen. Maar mijn focus was nog steeds op, ik ben hier voor business, studie afronden en we zien wel verder hoe het gaat. Maar en zodoende zagen die leerkrachten, want die leerkrachten waren chefs bij bepaalde hotels. Okay. Die chefs, de tutors dan. En zij zeiden me altijd van, wil je niet meehelpen, wil je niet bij bepaalde projecten meehelpen of assisteren.
En ik verdiende wat eraan. Het was niet veel, maar de kennis dat ik ermee kreeg. Ja. Begreep je, die ervaring. Andere stijlen, andere vormen, andere aanpakkingsmethoden. En toen zei ik echt van, hey, het wordt me wat. Ik werkte toen voor Hilton Barbados als gewoon assistent. Wel hard werken hoor, is net hoor. Het praat over 600 plus kamer, hotel. En elke dag spang of druk. En het was ook nog bij de kerstperiode, richting de paasperiode dat ik kon werken. Dus ja. Het was allemaal drukke dagen. En zo kreeg ik mijn inspiratie van, hey, ik moet verder gaan met mensen die me niet kennen. Ik ben gewoon Surinamer. Zien wel mijn krachten dat ik wil werken. En dat inspireerde me steeds om verder te gaan. Om leergierig te zijn. Ik mocht ook via mijn school in Amerika gaan om te werken. Bij Nantucket Island Resorts, de White Elephant Hotel, onder chef Fred Basilian. Daar mocht ik 6 maanden werken. Een druk restaurant heb ik voor het eerst daar gezien. We praten over 300 plus gasten per avond. En ik was daar als gewoon assistent, maar ik heb mezelf opgebouwd in die 6 maanden tijd. Nou, van grill, allrounder kan je zeggen. En dat bracht me verder, steeds verder. Teruggekeerd naar Suriname. Oké, eerst terug omdat ik mag slagen. Ik heb mijn bul gehad. Ik heb mijn degree in culinary arts gehaald. Terug naar Suriname, want ik dacht bij mezelf, ik had een job gekregen. Bij Hilton of aangeboden gekregen. Ook bij Turtle Beach had ik een chef die pastries deed, maar hij vond van nou, je work ethic of ja, was echt hoog. Dus zoiets hebben we juist nodig, zoveel energie. Maar ik zei van, ik wil mijn energie liever in mijn land stoppen. Dus ik ben gewoon teruggekeerd. En ik begon te werken bij Marriott. Omdat toevallig Randy Smit, die de chef toen der tijd was, heb ik zijn broer op Barbados ontmoet, hij is Barbadian. Uh-huh. En die zei, I have a brother who is a big chef in Suriname. En zo ben ik hier gekomen bij Marriott. En dan ben ik opgebouwd. Junior sous-chef. Ik was eerst kitchen supervisor, junior sous-chef. Teruggekeerd naar Barbados voor andere opleidingen. Dus je hebt een reeks van... Als ik het moet opnoemen, is maar, het een waslijst van... Ik noem het dan gewoon heel even nu voor dit gesprek. Je hebt een paar jaar de tijd genomen om kennis te verwerven, ja. Het vakje eigen te maken, gedisciplineerd te werken, die werkethiek op te bouwen die je nu hebt, die je als ondernemer nodig hebt. En tegelijkertijd ook natuurlijk de kneepjes van het vak. Juist. Want elke en uitleren. Juist, want elke chef heeft zijn eigen manier of haar eigen manier hoe ze zaken zijn eigen stijl. Juist, gerechten aanpakken of bereiden. En daarvan leerde ik. En een van mijn piekmomenten was toen ik in Krasnapolski in dienst trad als chef. En dan mocht ik samenwerken met Ramon Beuk, die hadden sterrendinners met Michelin sterchefs. En ik raakte geïnspireerd juist, want deze chefs kwamen. Michelin ster is een van de hoogst gewaardeerde restaurants of gerenommeerde restaurants of ja, waardering dan dat een restaurant kan krijgen. En ik sta in de keuken samen met deze gasten. Dus ik speel dom, want ik wil leren. Ja. En ik ga niet echt altijd tegenspreken, praten als ik iets zie dat verkeerd gaat, want ik kan ook daarvan leren. Ja. En dat is altijd mijn motivatie geweest. Toen kwam het met competities winnen. Okay. En om mijn koelkunst een beetje naar buiten te brengen. Maar mijn filosofie is altijd van, wij zijn een rijk land. Met zoveel culturen, zoveel smaken en gerechten. Laat de wereld dat zien uiteindelijk, want we hebben veel cultuur hier voor zo'n stip op de wereld. Ja. Als het ware stip Suriname. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Juist, dus ja. Dat is meer mijn drive geweest van, hey, Suriname is Comoro, boom. En wanneer zei je dan, oké, nu ben ik, want ik zeg altijd ondernemer zijn is een vak. Je leert het niet op school. Nee. Niemand gaat je leren dit en dit en dit. Veel mensen praten erover van, ik ga naar school en nadien word ik ondernemer. Nee, je bent het of je bent het niet. Klopt, helemaal. Klopt. En waar zei jij dan nu, oké, ik ga voor mezelf beginnen. Na mijn carrière bij Krasnapolski, of laat zeggen mijn baanperiode bij Krasnapolski, heb ik dan gezegd van, wat nu? Ik ben gewoon gestopt.
En het is ook, we zijn natuurlijk uit vrienden, als vrienden uit elkaar gegaan, maar er was altijd iets bijgebleven. En dat heeft me juist getriggerd om ondernemer te worden. Okay. En wat degene had gezegd, ik noem geen naam, want we zijn allemaal volwassen, is dat je gaat nooit je volle potentie halen. En ik heb gezegd, ik heb niets gezegd, ik liep gewoon weg en ik had de thumbs up gedaan. Van alles komt goed. En dat was echt mijn drive geweest van, ik moet ergens starten. En de hoe ik ben begonnen, is gewoon met vrienden, cateren, noem maar op, events creëren met Joey Drachman, Joey Dies. Van burger event, pasta event. Meer om erkenning te krijgen van, hé, nu ben ik wel, ben ik niet meer verbonden aan een, gebonden aan een bedrijf. Nu doen we onze eigen ding of doe ik mijn eigen ding. Kan ik zeggen, was het, voelde je je beledigd en je wilde je bewijzen? Was er een bepaald resentiment dat je dacht, oh, je zegt me dit, wel, ik ga jou bewijzen? Of was het meer, oké, je zegt me dit, weet je, dit is mijn passie en mijn liefde. Watch and see. Watch and see. Ja, dus dat, daarom heb ik gezegd, ik maakte me niet echt druk daarom, maar ik was echt van, ik heb zoveel ingezet hier zo. En ik dacht mezelf, weet je wat? Mijn daden zullen zelf voor zichzelf spreken. Ja. Ik hoef niets te zeggen, ja. Mijn daden zullen dat voor zichzelf spreken. Het is heel mooi dat je dit zegt, maar nu is je bedrijver. Ik volg je natuurlijk op Facebook, je komt vaak met wat motiverende dingen. Je kijkt kritisch naar de samenleving, je geeft je mening. Ook wat je hebt meegemaakt, dat formuleer je in een soort motiverende spreuk of juist. Zo. Waarom doe je dat? Waar komt dat vandaan? Kijk hier, soms deze stories wat men praat is meestal ons bij ons, onder ons, in een groep verband. En meestal zit ik in een groep met jonge ondernemers, we spelen samen basketbal. Ja. En altijd daarna bij borrel en zo komen die stories naar buiten. Maar ik zeg altijd van, niemand praat gewoon openlijk erover. Of niemand durft om bepaalde zaken die werkelijk misschien een probleem zijn of werkelijk een oplossing kunnen zijn van bepaalde momenten of bepaalde situaties, hangt er vanaf in welke toestand het mag zijn of bedrijf, nou, hangt er vanaf of in een huishoudelijke situatie, moet je deze dingen zeggen, want één persoon, al is het maar één persoon of al zijn het 10, iemand ervaart dat ook. En wilt ook zien dat ik ben niet de enige of de enigste die dit ervaart. Er zijn ook anderen die misschien daarboven zitten, dus in de persoon zijn of haar hoofd of gedachten, die ook dit ervaren. Dus we zijn allemaal, met andere woorden, we zijn ook mensen. En niet dat ik misschien een ondernemer ben en u en jij bent een vuilnisman, we zijn allemaal gelijk, we zijn mensen. En je ervaart problemen, je ervaart bepaalde situaties waar je geen. Waar je rug tegen de muur is en hoe verder, dat soort zaken. En het gaat altijd wat doen om te zeggen van, hé, ik zeg dit gewoon omdat ik mensen wil laten zien van, this is how it is, this is how the reality is. Oké, dus ja, met natuurlijk een soort motiverende van hé, we gaan verder. Ja. Is ja, waar komt deze positiviteit vandaan? Dat is mijn moeder, boy. Ja. Omdat ze altijd mij heeft gezegd van, probeer jezelf beter te maken, maar probeer anderen om je heen niet te trekken. En dat is altijd bijgebleven. Van, hey. Omdat al had ik problemen, tot de dag van vandaag, oké, ik heb dat niet meer. Maar soms praat ik goed met mezelf van, hey, maar als je weet, ja, zou je wat doen? Dan denk ik aan wat zij zou zeggen. Ja, en het is altijd, ze heeft nooit iets negatiefs gezegd. Ja. Ik heb nooit iets negatiefs echt gezegd. Dat van die mama's, hè? Ai, mijn vader ook, hoor. Ik moet zeggen, over mijn vader niet zo, maar mijn pala die, ik power me van, je doet het goed. Ja. Maar mijn moeder had altijd een ander invalshoek van, hey, soms moet je dat nog niet doen, niet hoor. Oh, die vrouw rustig. Achter het succes, hè? Cijfer. En ook nu mijn vrouw, tevens, ook mijn vrouw die ook me zo motiveert van, hey, altijd naast me. Altijd kritisch. Ja. Soms wil je het niet horen, maar je moet het horen, want zo ga je alleen beter worden. Ja. En het is juist dat het kritiek dat die vrouwen geven, dat je even raakt en dat je laat denken. Juist. Weer beide voeten op de grond en dat je denkt, ai.
Ja, relativeren, zodat je die balans te brengen. Te brengen. Zuiver. Ja. En daarom doe ik deze dingen. Ik wil gewoon, ja, en ook in mijn bedrijf heb ik jongeren. Ja. Allemaal zijn onder de 25 jaar. En de jongste is 17 of 18, geworden pas. Ja. En ik wil ze altijd het vak leren. Want we zijn in een situatie nu waar je, school is leuk. School is goed, laat maar zeggen, het is leuk. Het is goed, want je moet je basis hebben, je moet een bepaalde denkniveau hebben als je verder wilt gaan. Maar als je een vak in deze tijd kent, dat wil zeggen dat je al een inkomsten kan krijgen. Ja. En als je jongs af al gemotiveerd kan raken dat je iets kan, en je zit nog in je schoolbanken, kan je het alleen verder ontwikkelen. Je kan al veel verder gaan. Het hoeft ook niet te zijn dat je hoeft verder te koken, je hoeft geen chef meer te zijn, of je wil geen chef meer zijn, of noem maar op, geen supervisor of F&B manager. Maar dat je gewoon met deze motivatie, met deze drive verder gaat in het leven. Prachtig. En dat, vele mensen weten het niet, ik kan het niet zeggen. Omdat, dat is omdat ik die begeleiding had van mijn ouders. Dus ze me altijd hadden gezegd van... Die opvoeding. Van wees positief, wees wel gefocust. Want dat gaat je verder brengen. En al komen er bepaalde tegenslag, vooral mijn moeder kwam daarmee. Dingen gaan niet altijd gaan zoals je wilt. Want daarom, zo worden mensen groter. Door die klappen die ze krijgen. En dan moet je gewoon regroup. Ik kan niet uitschelden. Zij leren mensen. Ik heb iets dat ik altijd zeg, regroup en F things up. Ja. In de zin van, we gaan verder. Ja. Ben gevallen, kun je eventjes rustig vegen. Ja. En we kunnen die gomorrow varen. Prachtig. Je bedrijf, hoe heet het? Zo. Is Rutu. Ja. Ik heb Rutu bij Cheftro. Rutu, ja. Laten we zeggen, ik heb Cheftro NV. Ja. En daaronder valt Rutu bij Cheftro. CT Catering en Events. En binnenkort komt Gezond toe. Oké, mensen, jullie horen het waar jullie dus moeten eten. Mijn laatste vraag. Wil je nog een boodschap aan de jeugd geven? Always. Diezelfde power. Ja. Iedereen praat over diploma. Dat is je eerste man of vrouw. Het is werkelijk je eerste man en vrouw. Want dat is je basis voor het begin van jouw levenspad. En als je je basis al eenmaal zet, dat is de basisbouw, is je fundament van het leven. En dan jouw pilaren gaat zoeken en dat zijn natuurlijk de werkervaring die je gaat opdoen. Bepaalde tegenslagen met vrienden of met familie. Bouw het gewoon op je basis. Want dat zijn alvast de muren die je gaat hebben. En als je verder gaat in je leven, begin niet negatief te denken. Want met negatieve energie ga je nergens. Begin altijd positief, want je bent positief. Je staat elke dag op. Je moet dankbaar zijn dat je op mag staan, want bij anderen gebeurt dat niet. En maak altijd het beste ervan, elke dag. Ga je verder, zoek iets waarvan je houdt en maak het beste van. Want als je dat eenmaal hebt, wordt jouw hobby, als het ware jouw werk. Maar je werk wordt weer je hobby, want daarvan hou je. En als je het verder kan laten ontplooien tot een succes, ben je voor de rest van je leven een blij persoon. Hartelijk dank. Kon je mooier eindigen. Dank je. Geen dank. Thank you voor je tijd. Love up. Beste kijkers, zoals jullie horen, maak van je hobby je werk. En ze zeggen, dan hoef je geen dag meer te werken. Want je bent de hele dag met vrolijkheden en hetgeen dat je passie is bezig. Maar wat ik heel mooi vond in dit gesprek was, toen hij van de ambt geslaagd was, was Jetro bereid terug te gaan naar de nijverheidsschool, een paar stappen terug, om toch zijn goal en zijn doel te realiseren. Daar is zeer zeker waar wij van wat kunnen leren. Want het gaat zo vaak erom wat men van ons vindt. We kopen auto's die duurder zijn. Die we eigenlijk niet nodig hebben om indruk op mensen te maken. Om die leegte, die onzekerheid die we hebben op te vullen. Om er mooi voor de dag voor te komen. Terwijl wij dat niet zijn. We durven geen stap terug te doen. We durven niet keihard te werken aan een droom. Men praat in Suriname vaak over de werkloosheidscijfers, de armoede. Laten we over de luiheidsgrens praten. Want wil je succesvol zijn, moet je werken. Dag en nacht.
En dat is wat heel veel mensen niet begrijpen. Er gaan momenten zijn dat je geen geld hebt. Er zullen momenten zijn dat je, dat die onzekerheid aangetast wordt op verschillende vlakken. En juist dat moeten we kunnen overstijgen door te bidden, te mediteren, terug te keren naar jezelf. Jethro doet het ook. En van daaruit ga je groeien. Die tegenslagen werken op je. En die zullen ervoor zorgen dat je geprikkeld wordt en methodes kan ontwikkelen om dat te overstijgen. En vooral ophouden, indruk maken op anderen. Het maakt niets uit wat men van je denkt of vindt. Ook ik dacht dat hij gaat kok worden. Je begrijpt het niet wat iemands droom is, wat jouw weg is, wat jouw reis is hier op aarde. Maar zoals zijn ouders en mijn ouders gezegd hebben, ben de beste in wat je doet. Durf een vak te leren, durf te dromen en durf ervoor te gaan en bovenal durf te werken. Beste kijkers, als jullie vragen hebben of opbouwende kritiek, kunnen jullie het mailen naar info@agapewings.com. Als jullie een aanmoediging willen, een leuke slogan, ga naar de Facebookpage Agapewings, like de page. Er is haast iedere dag wel wat leuks. Beste kijkers, ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende aflevering van Ritme. Blijf in spiritueel ritme. Bedankt. Wel, jouw naam op een Optiek Ninon voetbalshirt? Koop dan een complete bril bij een van de filialen van Optiek Ninon en ontvang geheel gratis jouw eigen personalized Optiek Ninon voetbalshirt. Deze actie is van 16 tot en met 30 juni en geldt niet voor de VIP-actie. Optiek Ninon, driven to care beyond vision. Shup, shup, da-da-da-da.